De slaapkamer van Bryce en Daisy is nog net als toen ze op 17 juli 2014 aan boord stapten van de MH17. Ja, sowieso s'avonds en s'ochtends zeg ik altijd nog goedemorgen, goeie weltrust. En soms doe ik ook wel eens de deur open, zeg van, moeten jullie niet werken? Ja, maar vroeger had ik gedacht van, nou, je bent gek als je dat doet, maar nu doe ik het zelf. Van een uitzet, waar al spulletjes aan het verzamelen om samen te wonen. Het is 6 jaar geleden dat boven Oekraïne een passagiersvliegtuig wordt neergehaald door een boekraket. Alle 298 mensen aan boord komen om. Ook de 23-jarige zoon van Rob en Silene Frederiks uit Rotterdam-Ommoord en zijn 20-jarige vriendin Daisy. Ze zijn net 3 jaar samen, wonen bij Rob en Silene in huis en hebben mooie toekomstplannen. Zeker, ze hadden volop plannen natuurlijk. Ze wilden graag gaan samenwonen. En Bryce zei ook altijd al, zei hij al toen hij jong was, hij zei ik wil vroeg jongvader worden. Het liefst voor mijn 25ste. En Daisy had ook al, vooral ook omdat ze de moeder al verloren was, heel erg behoefte aan een gezin gewoon. Dat wordt wreed doorkruist. En voor de nabestaanden is dat nog een heel intens verdriet. Het steunt dat Nederland-Rusland nu aansprakelijk heeft gesteld voor de ramp met de MH17. En ze volgen het strafproces tegen de eerste 4 verdachten ook op de voet. Ja, we zijn er elke dag bij. Kunnen jullie dit ooit afsluiten? Nou, dat juridische deel wel, maar niet dat deel dat de kinderen er niet meer zijn. Dat is onmogelijk. Afscheid nemen van hun geliefde Bryce en Daisy kunnen ze gewoon nog niet. En daarom laten ze hun kamer zoals die was en blijven ze tegen ze praten. Ja, we houden ze dicht bij ons op die manier, denk ik. Ja, dat is onze manier om ze een beetje om ons heen te houden. Foto's, kaarsjes branden, tegen ze praten.